Een van de taken waar we hiervoor staan is zowel de Serven als de Albanese in dit gebied een fatsoenlijk bestaan bieden. Veiligheid bieden voor alle mensen in onze gebied van verantwoordelijkheid is onze hoofdtaak. En zoals u ongetwijfeld weet, in dit gebied, Oranjewatch, zijn ook nog veel Serven. Het merendeel van het gebied Prizren zijn de Serven bij het binnenkomst van de NATO en het wegtrekken van het Joegoslavische leger weggetrokken. Hier zijn nog zo'n 5.000 à 6.000 Serven in de stad en in het dorpje Velika Hoca aanwezig. Mensen zijn natuurlijk best bang. Wat hier in de omgeving gebeurd is, is beestachtig. Er zijn hier op verschrikkelijke wijze is tekeer gegaan door de Joegoslavische politie en de legereenheden. En men is bang voor represailles, dat blijkt heel duidelijk. Een van onze hoofdtaken in de stad is proberen te voorkomen dat die twee partijen met elkaar slaags raken. Er zijn ook nog erg veel wapens onder de bevolking en dat is dus een hele belangrijke taak. Een van de vuurmanbatterijen is voortdurend in de stad aanwezig, loopt voortdurend patrouilles, met name op het grensgebied tussen het Servische deel van de stad en het Albanese deel van de stad. Daarbij hebben ze te maken met brandstichtingen, plunderingen en bedreigingen. En al deze activiteiten moeten zij proberen te voorkomen. Bij de brandstichtingen lukt dat nu op dit moment ook vrij redelijk. We hebben zelfs alweer een deel van de brandweer van Oranjewatch in bedrijf weten te krijgen. Onze herstellers hebben een van de brandweerwagens heel knap weten te repareren, zodat het ding nu weer bruikbaar is. En natuurlijk speelt ook dat, op het moment dat je een brandstichting wil voorkomen, een grote rol. Je kunt nu ook daadwerkelijk blussen. We hebben ook al een aantal mensen gearresteerd. En zoals u weet bestaat de mogelijkheid, KFOR heeft die bevoegdheid, om zolang er nog helemaal geen politie in dit land is, ook de politietaken uit te voeren. Dus in feite, onze mannen en vrouwen moeten nu, behalve militair zijn die de veilige omgeving moeten garanderen, moeten ze ook politietaken vervullen. Verder wordt er in de stad uitgebreid gepatrouilleerd om contacten te krijgen met de mensen. Heel veel gevallen zijn natuurlijk ook echt gevallen van de mensen willen graag hun verhaal kwijt. Er zijn hier dingen gebeurd die wij ons nauwelijks kunnen voorstellen. En mensen willen in ieder geval iemand hebben die naar ze luistert en dus een keer aanhoort wat ze allemaal te vertellen hebben. En alleen daarvoor al zijn patrouilles heel belangrijk. En we hebben in de stad ook een klein bureautje geopend waar mensen klachten kunnen indienen. Daar zitten steeds twee van onze wat oudere onderofficieren. En die nemen daar de klachten van de bevolking op. Niet zozeer omdat we daar meteen wat mee zouden kunnen doen. Maar in ieder geval zodat mensen die hier vreselijke dingen hebben meegemaakt hun verhaal kwijt kunnen. Een van de taken die we daarnaast erbij hebben is ook het steunen van het Joegoslavië-tribunaal. En alle onderzoeken die in dat verband gedaan worden. En een aantal van onze mensen bewaken dan op dit moment ook massagraven waar de onderzoekers van het Joegoslavië-tribunaal bezig zijn met hun onderzoek. Natuurlijk is dat ook heel zwaar werk, want de mensen weten heel goed in wat voor omgeving ze staan. We proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat onze jongens en meisjes geconfronteerd worden met dit soort afschuwelijke taferelen. Maar dat is toch niet helemaal mogelijk. En het is bewonderenswaardig dat onze mensen in staat zijn om daar heel goed mee om te gaan. Heel professioneel ook daar hun werk te doen. Zelfs daar waar dat hun soms heel moeilijk gemaakt wordt. Een van de laatste dingen waar ik nog wat over wil zeggen is het stukje checkpointwerk. We hebben een aantal checkpoints in het hele gebied ingericht. Op die checkpoints is de hoofdtaak is het voorkomen dat er allerlei wapens het gebied weer ingesmokkeld worden. Dat zowel de Albanese, het UCK, hun wapens mee de stad inneemt. En het is ook de bedoeling dat bij die checkpoints gecontroleerd wordt of er niet een aantal mensen die verdacht worden van oorlogsmisdadigers het gebied verlaten ongecontroleerd. En deze checkpoints worden dan ook heel zorgvuldig gedaan. Er wordt zorgvuldig gekeken naar wat er in auto's zit. Er wordt ook heel zorgvuldig gekeken naar wie er in de auto's zit. De Nederlandse gele rijders in Oranjewatch moesten in de zomer vervangen worden door Russische militairen. Het Albanese deel van de bevolking is het hier niet mee eens. Zij zien de Russen als bondgenoot van de Serven. In het centrum van de stad werd onder toeziend oog van de Nederlandse militairen gedemonstreerd. Om de komst van de Russen tegen te gaan, blokkeerde de Albanese bevolking alle toegangswegen tot het gebied. Zelfs de Nederlandse militairen konden, ondanks de goede verstandhouding met de lokale bevolking, deze roadblocks niet passeren.
Op het lokale busstation keren dagelijks vluchtelingen terug vanuit het buitenland. Hier ontmoeten ze na lange tijd hun familie weer. De Nederlandse Medische Hulppost heeft zijn intrek genomen in een gebouw naast het lokale ziekenhuis van Orahovac. Deze hulppost is in eerste instantie bedoeld om alle Duitse en Nederlandse militairen van eerste lijns geneeskundige verzorging te verzorgen. En tevens alle ongelukken die met deze militairen gebeuren, die komen hier binnen dit huisje en die worden daar gestabiliseerd. Wij vangen ook lokale gewonden op, mits zij zwaar verwond zijn, aangezien het lokale ziekenhuis nog niet de materialen en de kennis heeft om traumagevallen op te vangen. Met traumagevallen bedoel ik schietincidenten en mijnincidenten. Alle overige zaken gaan wel gewoon naar het lokale ziekenhuis. De legering in Orahovac is verdeeld over twee kampen. Op een voormalige vliegstrip midden in een wijngaard zijn de meeste Nederlanders gelegerd, samen met een grote groep Duitse militairen. We werken heel nauw samen met die Duitsers. Boven ons staat de Duitse brigade met de generaal van Korf als baas. En onder ons hebben we dus zelfs ook nog een Duitse compagnie. De samenwerking is bijna feilloos. We hebben kleine meningsverschilletjes gehad in het begin. Nu loopt het echter werkelijk fantastisch. De Duitsers zijn volledig geïntegreerd. We rijden samen patrouilleren. We gebruiken de Duitsers voor versterking in de stad wanneer dat nodig is. En de Nederlanders hebben ook al samen met de Duitsers patrouilles gereden. Dat loopt echt heel goed. Sinds gisteren is er ook aangekomen in het gebied een Turkse compagnie. Die ook een stuk van ons vak gaat overnemen. Natuurlijk is de samenwerking daarbij een beetje moeilijker omdat er een groot taalprobleem is. Maar gelukkig, Nederland heeft voldoende mensen die ook Turks spreken. En ook in mijn eenheid zitten een aantal jongens die heel goed Turks spreken. Zodat we ook dat probleem probleemloos kunnen oplossen. En wordt het straks een echte multinationale afdeling. Ik zit bij 107 Rajekumpi. We zijn onderverdeeld bij 11 Avra. Daar hebben wij in het begin in deze periode gezeten. En van daaruit zijn we bij de Turkse compagnie geplaatst om voor de Turken verbindingen uit te brengen. En het werk bevalt me zeer goed. We hebben een leuke tijd. En alleen het eten, dat is af en toe iets minder. Want de Turken maken alles met olie. En dat is voor de Nederlanders toch wel wennen eigenlijk. We hebben het hier vrij rustig. We komen af en toe kunnen wij wel eens van dit kamp af. Maar eenzaam, nee. Het is leuk. We zijn een leuk groepje en we komen onze tijd wel door. Het tweede kamp in Orahovac is gevestigd op het terrein van de lokale wijnfabriek. Batterij die doet een week, maar daarna weer de stafbatterij die doet een week. Dan worden wij er ook wat mee ontlast. Door het personeel van het herstelpeloton wordt hard gewerkt om al het materieel inzetbaar te houden. S'avonds is er genoeg gelegenheid voor ontspanning. Zelfs de Vaatlandse voetbalcompetitie kan hier gevolgd worden. Als je geen wachtdienst hebt natuurlijk, want de poort wordt 24 uur per dag bewaakt. De winters in Kosovo kunnen erg koud zijn. Op het kamp werden daarom speciale voorzieningen getroffen. De Nederlandse militairen gaan de stad Orahovac verlaten. In Suva Reka wordt hard gewerkt aan het nieuwe kamp.
zitten hier in Suvreka dan met de eerste batterij van de hele afdeling. Nog een kort poosje sinds 4 november. Dus we zitten nu in onze vierde dag. Waar we mee bezig zijn hoofdzakelijk op het ogenblik is met één peloton in de stad. We proberen zoveel mogelijk inlichtingen te winnen over de omgeving waar we nu in zitten. Om op die manier een springplank te creëren voor de 41ste afdeling. Op slotverrekening zitten wij hier nog een paar dagen. En dan is het de bedoeling dat zij over gaan nemen. Dus we proberen in ieder geval iets werkbaars te creëren voor hun. Een hoogtepunt voor de militairen tijdens een uitzending is de uitreiking van de NAVO-herinneringsmedaille. De medailles aan de gele rijders werden uitgereikt door de Duitse generaal von Korff en overste van Loon. Alle militairen van de afdeling waren bij de medailleuitreiking aanwezig. De taken werden zolang waargenomen door hun Duitse collega's. We zijn onwaarschijnlijk stolz darauf, dat we bij de Holländern zijn, weil hier het woord Auftragstaktik ook wirklich durchgeführt wird en we daarbij veel Spaß hebben. Wir kommen super miteinander aus und meine Hoffnung ist, dass wir, die wir vor 50 Jahren verfeindet gelebt haben, vielleicht hier die Chance haben, in 50 Jahren nicht mehr verfeindet zu leben. Also dass vielleicht in Zukunft auch serbische und kosovarische Truppen zusammenarbeiten, so wie jetzt die holländischen und die deutschen. Koen Gijsmus, commandant van het Geniehulpbataljon, wat hier zojuist in Kosovo is aangekomen. Ik ben hier met in totaal een kleine 1000 troepen, 400 stuks materieel en een kleine 300 containers. In een ongeveer 6 dagen zijn wij vanuit Nederland via Thessaloniki en een staging area in Petrovac bij Skopje zijn wij hier Kosovo binnengetrokken. En het is echt een fantastische operatie geweest. Als je ziet dat zo'n grote club in ongeveer 6 dagen met alle spullen hier in Kosovo operationeel is. Over 2 dagen gaan wij daadwerkelijk al aan het werk met onze taak. Dat is humanitaire hulpverlening aan de Kosovaren. Die hulpverlening gaan we met name doen in het verbeteren van de huizen. Je ziet dat Kosovaren veel van de dorpen verwoest zijn. De ruiten liggen eruit, de daken zijn eraf. Het is in de fik gestoken. En wij zullen in de dorpen waar dat het ergst is, en met name die hoog in de bergen liggen, beginnen om daar een aantal kamers wind- en waterdicht te maken. We zitten hier in Naspalen. Het is een dorpje waarvoor wij de sheltering verantwoordelijk voor zijn. Het houdt in dat wij hier het hout brengen, de dakpannen en de mensen zelf die zijn dus bezig om hun eigen dak weer te repareren. Technische steun dat kunnen ze ook van ons krijgen. We hebben mensen van de Genie bij ons. Ik zelf zit bij de AD Oost, dus de Algemene Dienst Ondersteuning. En wij zorgen dus voor het materiaal. Dat hier komt, dat halen we op bij de bouwhoofd, dus een groot depot met materiaal. En dan brengen wij dan door de bergen en de wegen brengen wij dat hierheen. De mensen bouwen zelf de huizen
althans de dagen. En af en toe in een dorp dan bouwen wij zelf een dak. Dan kunnen ze dus ook zien ja, hoe het dan, dan moet. De technische steun hebben ze zelf ook wel, de capaciteiten. En ja, we zorgen dat er een beetje ook weer vrolijkheid komt met de kinderen en zo. Dat hoort er ook allemaal bij. Het is af en toe lastig werken met al die kinderen. Maar het verlicht de taak wel een beetje. Dus dat is eigenlijk het, wat ik wou zeggen. Het geniehulpbataljon is gelegerd op de vliegstrip van de stad Prizren. Op het kamp was tijdens de verkenning de aanwezigheid van witte asbest geconstateerd. Hiervoor werden maatregelen getroffen. Toen in een later stadium ook blauwe asbest werd aangetroffen, moest er snel gehandeld worden. Dat blauwe asbest dat zit hier in de rode klei in de grond. Een van de dingen om te voorkomen dat de blauwe asbest in de lucht kan komen, is door het nat te houden, door het dus als vast materiaal te gaan bewaren. Nou, dat is een moeilijk iets als het ergens in stof zit. Zeker in de periode in augustus, waar het hier ontzettend warm was en met alle voertuigbewegingen de stof gewoon de lucht indwarrelde. Daarvoor hebben ze besloten om in ieder geval bijna de gehele compound af te dekken met eerst een soort geodoek, een doek om over de klei heen neer te leggen en daarna van de grind en de split. Omdat het niet helemaal voldoende was, omdat er ook klei overal hier, ook buiten de compound ligt en de klei dus meegenomen wordt ook hier op de wegen, hebben ze daarna besloten om Canuba-wax te laten komen. Canuba-wax, dat is een was die de asbestvezels bindt. Die moet dan vermengd worden. Dat wordt gespoten op de wegen en over de grindplaten. Zodat in ieder geval al het asbest gewoon blijft liggen waar het ligt. En niet de lucht in komen zodat wij het kunnen inademen. Militairen van de luchtmobiele brigade zijn belast met de beveiligingstaken. QRF, wat staat voor Quick Reaction Force. Het is een dienst die eigenlijk bij calamiteit ja, meteen uitrukt. Het is een bedoeling dat we eigenlijk binnen 10 minuten in het voertuig zitten en ook nou, van daaruit kunnen opereren. Verder zijn wij ook een soort forward QRF geweest. Dat zijn voor onze eenheden die laat me zeggen, in de dorpjes aan het werk zijn. De genie-eenheden wel te verstaan. En ja, daar zorgen we dan voor een stukje beveiliging. Ja, we zijn dan laten we zeggen in een straal van een kleine 5-6 kilometer bij die mensen vandaan. Dus als er eventueel problemen ontstaan, dan zijn we snel ter plekke. Ik ben de sergeant van de lucht. Ik ben OPC van het brugpeloton, wat op het moment met KFOR-1 mee is. Wat in dienst is bij de multinationale brigade Zuid. Dat is het meest zuidelijke puntje van Kosovo. Precies op de vakgrens
van het Nederlands-Duitse vak en het Italiaanse vak liggen een tweetal bruggen. Die bruggen zijn gebouwd in de tijd van Tito en waren een belangrijke aanvoerroute voor het gebied tussen Prizren en het gebied tussen Pristina. Daarom heeft de NAVO op een gegeven moment besloten om deze belangrijke route te vernietigen, de bruggen eruit te schieten. En dat is dan ook gebeurd met een negental Mark 84 bommen die met laserprecisie hier op de bruggen gegooid zijn. Het hele spul is kapot gegaan en is nu ongeveer een driekwart jaar kapot. We zijn nu in dit gebied gekomen en hebben in eerste instantie een voetgangersbruggetje gebouwd, zodat de mensen hun kinderen weer naar school konden laten gaan. En nu komt alles weer een klein beetje op gang en worden ook de bruggen hersteld. Nou, deze brug hebben de mensen in feite nog niks aan, omdat de tweede brug nog niet gereed is. En dat is namelijk de brug over de Belidrim, de rivier. Zolang die tweede brug niet gereed is, kan de eerste brug ook nog niet gebruikt worden. Dus we zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de tweede brug. Ik sta hier dan als OPC van het brugpeloton. Maar u begrijpt dat ik niet met een brugpeloton deze hele klus kan klaren. Dit is een complete kompiesklus. En we zijn hier dan ook eigenlijk een groot deel van de 6 maanden uitzending mee bezig. Al het vervoer van militairen en materieel van en naar Kosovo gaat via het vliegveld van Skopje in Macedonië. Op het kamp in Petrovac wordt alle transport geregeld. Ook het contingentscommando was hier gevestigd. Commandant van het Nederlandse contingent Kosovo Force heb ik de taak, maar ook het voorrecht, om frequent tussen de rijders en de mensen van het Genie Hulpbataljon in Kosovo te mogen vertoeven. Ik zie daar dagelijks dat zij onder buitengewoon moeilijke en primitieve omstandigheden hun belangrijke werk om de opdracht van KFOR en natuurlijk het Nederlandse deel daarvan tot een goed en veilig einde te brengen.